VHP-parlementariër Kishan Ramsuku is er geen voorstander van dat er voor inburgering informatie verschaft wordt in verschillende talen. Dit haalde hij gisteren in de Nationale Assemblée aan tijdens de behandeling van de ontwerpwet houdende verlenging van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan 220 vreemdelingen. Ramsuku vindt dat het juist de bedoeling is dat mensen die Surinamer willen worden de Nederlandse taal machtig moeten zijn. Dus in principe is goed, juist in het Nederlands moeten doen. Maar ik snap waar men naartoe gaat. Wat we wel moeten vragen is dat die informatie en duidelijker naar de samenleving toe gaat. Dat we niet een third party moeten gebruiken om de naturalisaties in te dienen. Want dat kost allemaal veel meer geld. Misschien moet de overheid proberen, als ze toch dat geld willen betalen, om dat rechtstreeks te kunnen verdienen. Er gebeurt heel veel zaken. Ondanks het digitaal is, krijgen mensen die zich willen naturaliseren vaak te maken met documenten die niet gevonden kunnen worden bij de afdeling. En dat is vreemd, want het is digitaal. Wat gebeurt er precies? En het is een hele rompslomp om dan te vragen, wat is de status? Digitaliseren alleen is niet voldoende. Het volledig proces omschrijven en omzetten in een digitaal proces, dat is waar we moeten hebben. Tijdens de behandeling van deze wet hebben verschillende DNA-leden erop gewezen dat er een balans moet zijn van mensen die de Surinaamse nationaliteit willen. Ze vinden het nodig dat niet alleen ongeschoolde mensen zich willen naturaliseren, maar kijken ook uit naar kader. Harriet Ramdin reageerde daarop met te stellen dat er respect opgebracht moet worden voor elke aanvraag. Wanneer wij praten over vooral de opleidingen en de beroepen, wanneer we mensen toelaten die zelf gevraagd hebben om Surinamer te worden, dan focussen we heel veel op het deel van kader. Dat is ook op zichzelf goed, daarom is bevolkingspolitiek, onze bevolkingsbeleid, heel belangrijk om dit soort zaken in de toekomst verder te bespreken. Maar ik zou zeggen, we moeten niet uit het oog verliezen dat ook die man die in de landbouwsector zit, ook die visser en ook die lasser, allemaal hebben wij hier in Suriname ook nodig. Ze kunnen ook hun diensten bewijzen. Het zijn mensen die wij ook, het zijn hardwerkende mensen. En ik zou zeggen, geef ze zelf de respect als ook hoe we de hogere kader zouden geven. Ramdin benadrukte dat laaggeschoolde mensen die aanvragen om Surinamer te worden ook een bijdrage kunnen leveren aan de nationale ontwikkeling.